Over naar de gast bij mij aan tafel. De eerste gast voor vanavond voor deze Jazz Talk. Dag nummer 3 voor de 49e editie van het Breda Jazz Festival. En ik heb de neiging om toch tegen u te gaan zeggen, de pater familias. Zo voelt het een beetje. Jan Leerboeg, een hele goede avond. Nou, dat vond ik. Ja, je hoeft geen u tegen mij te zeggen. Dan gaan we gewoon je en jij en Jan. Ja hoor, ja. Zeker. Vanmiddag lekker gespeeld in ieder geval ook. Hè? Het Sospleintje was eventjes... Het Sospleintje was vol en het was een mooie ploeg die ik bij me had. Internationaal, dus... Want het schoot echt alle kanten op, hè? Ik zag, wat was het, België, Litouwen, het kwam overal vandaan. Ja, klopt. Want wat was het ingrediënt? Hoe stond het in het programmaboekje dat mensen een beetje wisten wat ze konden verwachten, Jan? Moderne jazz, goede swing en Amerikaans songboekwerk ook strak en goed uitgearrangeerd. En eigenlijk handelsmerk. Ja, Amerikaans songboek, het gaat niet voor niks al decennia mee. Ja. Waarom is dat en blijven we ook daar nu en ook de jongeren toch naar vragen en dat we dat willen blijven horen? Ja, je hebt gewoon een bepaalde, daar zit in die thema's daar zit een muziek in. Die grijpt gewoon iedereen aan. En net wat jij zegt, ook jongeren, die weten nu nog steeds, die kennen de nummers. Kunnen ze mee op dansen, ze kunnen op swingen. Ze kunnen meezingen, dus het heeft gewoon een bepaalde aantrekkingskracht als het ware. Waardoor dat ook Robbie Williams en Michael Bublé, noem maar op, die doen dat ook nog steeds allemaal. Ja. Ja. Maar vanmiddag, het was niet zo'n grote big band bezetting, maar hoeveel zaten er op het Sospleintje uiteindelijk bij op het podium, Jan? 7. Ja. En heb je dan van tevoren tijd om te repeteren of is dat toch gewoon... Nee, dat is nooit. Ik draai in de Colle Tulip Keizer al 16 jaar lang 7 keer per jaar de concerten. En dat zijn allemaal ook zulke personen die daar komen en dat wordt nooit gerepeteerd. Het is gewoon een kwestie van spelen. Ja. En dan wordt van tevoren even afgesproken welke nummers dat er gespeeld worden natuurlijk. En wie met wie speelt. Ik bedoel, maar dat gaat gewoon vanzelf ook. Maar dan wist je wel ook voor vanmiddag van wanneer dat ik er sta. Ik weet dat alle 7 dat we er ook zijn. Ja. Je bent er niet eentje kwijt dan nog. Nee, nee. Van tevoren. Nee, dat is gewoon, je mailt met elkaar en je weet gewoon om zo laat te zijn en dan zijn ze er ook. Want het is ook zo hè, dat je ook heel veel doet voor de programmering ook, hè, voor Breda Jazz ook naar kijkt. Dus heb jij er een hand in welke mensen er dan ook bij die zoete inval erbij zijn? Ja, die zitten er nou weer bij zijn. Die passen dan weer precies bij elkaar in dit programma. Ja. Ja. En hoe kom je eraan? Hè? Want ik zag, hè, laten we zo meteen even gaan kijken ook. Laten we dat eens eerst even doen, want het is ook, qua leeftijden is het een heel divers clubje wat er vanmiddag met elkaar speelde. Dus vanmiddag aan toe ging op het Sospleintje in Breda, op deze editie van het Breda Jazz Festival. Onder dus dan jouw leiding. En wat je net ook al zei, de swingclub concerten organiseer ik ook. Ja. Voor de mensen die daar nog niet bekend mee zijn, überhaupt Hotel Keizer, kun je nu ook tot 's avonds laat, kun je daar nog fijne jam sessies mee pakken ook. Ja, inderdaad. Maar jij weet dat de rest van het jaar ook gewoon die plek goed te benutten. Ja, 7 keer per jaar. En dat is dus elke keer weer met een andere soliste. En daar vullen we dus een hele zondagmiddag een programma mee. Ja, maar ook hier, ik zag dit trombone spelen, Sam Thomas bijvoorbeeld. Ik denk, dat is jonkie. Ja, maar dat zijn geen jonkies. Ja, ze zijn wel jong natuurlijk. Ja. Maar dat is Sam doet ook. Niks af van de kwaliteit wat ze spelen. Nee, natuurlijk niet. Alles heeft conservatorium gedaan, wat er komt. En liefst nog allemaal master ook. Dus, kijk je daar nog wel even naar? Zit je dan wel zo'n cv te bekijken en je denkt, dat maakt het extra. Ja, maar dit is ook zo. Maar dan weet je al van, dan gaan we elkaar snappen ook straks. En dan zitten er bij die halen om de master halen, 9,5. Ik heb er zelfs een keer ingehaald met een 10 op zijn master. En het eindexamen dus, hè. Ja. Ja, dat is fantastisch gewoon.
En daarom kun je met die mensen ook zo makkelijk en die jongens en meisjes ook zo makkelijk werken. Ja, maar hoe komen ze dan bij je? Bellen ze jou zelf ook wel van, hé Jan, ik merk dat er weer zo'n swingconcert aankomt of Breda Jazz, heb je nog iemand nodig? Nou, een enkeling wel, maar het merendeel is dus gewoon allemaal kijken in de bladen, heel veel in de vakbladen kijken. Okay. En programma's bekijken en dergelijke en daar gewoon je keuze uit maken en dan... weer een mailtje sturen en zo van kom dan ga vanzelf. Ik vind het nog wel een ouderwetse manier van werken eigenlijk, Jan. Inderdaad, ja. Gewoon in de bladen en dat je dan denkt, nou, volgens mij moeten we Piet of Marieke eens even gaan bellen. Ja, zo op die manier, ja. En op YouTube kun je dus ook weer heel veel vinden natuurlijk. Hè. Dus dan hoor je ze modern, ook in ieder geval. En dan hoor je het ook, ja. Ja. Dus, en er zijn er veel die hebben ook weer een website. Dat is ook nog eens een keer een voordeel, maar daar staan ook weer promotiefilmpjes op en dergelijke. Ja. Dus zo haal je die binnen. Was dit het? Ben je nu klaar met spelen op Breda Jazz of is er morgen ook nog wel wat werk aan de winkel? Nee, we hebben alleen vanmiddag dus het programma gehad. Ja. Ja. En dan nog wel iets kijken ook? Of is het dan op een gegeven moment ook fijn, lekker naar huis? Nee, altijd erbij zijn, hè? Natuurlijk. Hè? Want Breda Jazz, daar zit ik ook al een dik 40 jaar op. Dus, ja, volgend jaar de 50ste editie. Ja. Voelt dat al heel bijzonder van, nou, hier moeten we iets mee. Terugblikken en vooruitblikken. Ik vind gewoon dat daar inderdaad een terugblik gemaakt moet worden, maar ook vooral een vooruitblik, ja, van hoe blijft de jazz in ontwikkeling, als het ware. Ja, want heb je daar een gevoel bij? Dus het is leuk om altijd bij een mooi, zeker bij een gouden jubileum, terug te blikken ook, maar je wil ook zeker weten dat het toekomst heeft. Ja, natuurlijk, want daar gaat het om. Ja, hoe zou je dat volgend jaar kunnen doen? Heb je al een idee? Nee, daar heb ik geen idee. Dat moet het jazzfestival natuurlijk bepalen. Nou, maar ze kunnen je bellen, Jan. Dat kan altijd. Ik zit er veel van, dus dat is niet zo'n probleem. Nou, nog een hele fijne editie. En het eerstvolgende swingconcert in Hotel Keizer. Als mensen denken, nou, na Breda Jazz voelt het toch als een zwart gast. Maar we zitten nou even met de zomerstop. In september gaat dan weer draaien. Dat ze jou in de gaten houden. Facebook en alles en data, dan heb je het zo gevonden. Inderdaad, ja. Jan, dank je wel. En op een mooie, dat je er volgend jaar weer bij bent met weer een mooie middag. Mooi zo, dank je wel. Mag je weer inderdaad een hele groepje gaan samenstellen ook nog. Ja. Breda Nu.